We gebruiken een schuimpistool met hoge druk om schuim van de beste kwaliteit te maken. Zo hebben we de meest effectieve desinfectie. We zijn in Tomato Masters in Deinze. In deze kast zijn we midden in de teeltwissel en volgend jaar gaan we op 12,5 hectare tomaten telen en op 9 hectare paprika. Het is belangrijk om onze lege kassen heel goed en secuur te ontsmetten en desinfecteren. Wij willen een schone, ziektevrije nieuwe teelt beginnen, maar het is heel moeilijk om alles netjes te raken bij een desinfectie. Wij werden door Kurt Lauwers van Royal Brickman getipt om het middel Menno Floratus te gebruiken omdat je het kan schuimen en zo goed alles kan raken. We zien heel goede resultaten met schuimbehandelingen. Hoe waren uw ervaringen vorig jaar, Tom, met Menno Floratus? Vorig jaar hebben we voor het eerst Menno Floratus gebruikt op de kast van 7 hectare. Het grootste voordeel van dat middel is dat je het kan schuimen. Het middel heeft geen dampwerking zoals chloor onder andere. En het is heel makkelijk, je moet het niet nat naspuiten. Bovendien kan je heel snel terug opnieuw planten. Vorig jaar is de desinfectie heel goed verlopen, we zijn heel tevreden en daarom pakken we nu alle 21 hectare kassen aan. Menno Floratus is een desinfectiemiddel dat zeer effectief is tegen bacteriën, schimmelsporen en plantenvirussen. Zeker in de tomatenteelt, belangrijk tegen TBRV, en in de paprikateelt tegen fusarium. Het is een katakmiddel op basis van benzoezuur. Je verdunt het met water en bij een pH-waarde onder de 4 is de oplossing werkzaam. Dit kun je zelf eenvoudig nameten met pH-indicatorpapier of een pH-meter. Met de schuimtoepassing kan het resultaat van de desinfectie verder verbeterd worden van Menno Floratus. Dit is in onderzoek ook naar voren gekomen. Het voordeel van schuim is dat het middel in meer kiertjes, naden en hoekjes van de kast terechtkomt. En schuim zorgt voor een langere contacttijd, een betere bedekking en het oppervlak blijft langer nat. Je ziet goed wat je raakt en dus ook wat je gemist hebt en je kunt Menno Floratus met enkele hulpmiddelen eenvoudig schuimend aanbrengen. Je hoeft ook geen zeepoplossing toe te voegen voor dit schuim. Een mooi schuim kun je maken met een applicator, een schuimpistool of een schuimset. Deze is te monteren op je spuitrobot. Hoe beter je schuim, des te beter de effectiviteit van de desinfectiebehandeling in je tiltwisseling. Wij gebruiken het schuimpistool om Menno Floratus schuimend toe te passen. Dat pistool sluiten we aan op een hoge drukslang met haspel aan een elektrowagen. Met 25 bar hoge druk maken we het beste schuim. Het middel Menno Floratus wordt toegepast met een dosatron, zodat we de juiste dosering krijgen. Die dosatron staat op een IBC op het betonpad. Wij voeren de desinfectiebehandeling heel precies uit. We doen het altijd zelf, omdat we dan zeker zijn dat alle substraatgoten, bakken, kastgevels, buizen geraakt zijn. De machine rijdt op een vaste snelheid. We rijden heen en terug in hetzelfde pad, zodat we langs alle kanten alles goed kunnen raken. Het voordeel van desinfecteren met schuim is dat we zien dat we alles geraakt hebben. Na grondige desinfectie kunnen we de nieuwe teelt weer proper beginnen.